Ladies and gentlemen, welkom bij Mortal Roast Combat. Een keiharde battle waarin we getuigen zijn van een pijnlijke confrontatie. Vol woorden en scherpe grappen. Als dat maar goed gaat. Oes! En dan nu de teams. Aan mijn rechterzijde heb ik team Earthrealm. Wat een entrance. Met daarin Busy. Wie kent hem niet? De man van de monsterhitjes en het wereldrecord woorden herhalen in één track. Naast hem strijdt Bartolini. Een jongen die normaal beweegt op de achtergrond. Maar je kan hem zeker kennen, want hij heeft meegewerkt aan veel hits. Hij produceerde onder andere voor Jonna Fraser, Busy en... Bokusan. Oké dan, let's go! En aan mijn linkerzijde heb ik team Outworld. Laat je horen! Outworld! Met daarin Architrax. Wie kent deze man niet? Naast zijn muziek houdt hij zich bezig met het maken van hilarische internetcontent. Geweldig! Hij is het samen met Bokusan, die al jarenlang relevant weet te blijven door het switchen van persoonlijkheden. Deze dagen is hij dansartiest, als ik het goed heb? Onder andere. Oké, ready for action! Voor een echte battle hebben we natuurlijk juryleden nodig. En of we die hebben, we hebben twee zware jongens hier al. King Size en Jordi Money. Let's go! Yeah. Wat verwachten jullie ervan, jongens? Vuur man. Ja man, sensatie. Daarvoor we staan aan de goede kant vandaag, want jullie doen zelf niet mee. Maar jullie gaan bepalen, heb je een beetje een idee hoe jullie dat gaan doen? Ja, we zijn natuurlijk gewoon aan het kijken wie volledig erin gaat, weet je, gestrekte been. Okay, heb jij iets, Jordi, waar je op gaat letten vandaag? Wat wil je zien? Ja, maar ik wil gewoon graag dat jullie elkaar afmaken, man. Geen grenzen, man. De teams, de jury, alles is ready. En we hebben natuurlijk een time lady, Luna. Laat je even horen, boys. Luna. Deze battle zal uitgevochten worden in 3 rondes. In de eerste ronde gaat het erom wie de beste punchlines heeft. Is dat team Earthrealm of team Outworld? Busy en Bartolini gaan beginnen. Ze hebben 1 minuut en ze moeten omste beurt aan de slag. Let's go, boys. Let's zien wat je hebt, man. Wow. Actie. Architrax. Twee meer zorg. Bij de Next MC wilde je niet opscheppen. Maar we kunnen allemaal zien dat je je bordje goed hebt opgeschept. Sam is een keer gevraagd voor een McDonald's reclame. Ze hadden eigenlijk Archie gevraagd, maar hij paste niet in het kader. Sam, je gedraagt je ook als de clown van de rap game. Beetje als Def Rhymes, maar dan zonder hits. Mogen wij nu? Nee, wij mogen nog. Ik moet ook nog. Ik liep daar zo Sam's osso. Hij was zo oud dat hij nog een Run DMC post heeft hangen. Oké. Lekker man. You did that. Oké, Archie. Ja, joh. Je leeft zo ongezond. Ja. Je zweet is een mix van frituurvet en vodka. Ik drink niet eens vodka. Kan je nagaan, bro. Archie, als je op vakantie gaat naar Azië en je komt over de grens, je laat je paspoort zien, gaat gelijk een tsunami-alarm af. Dat is echt niet grappig, man. That was fun, bro. Niemand weet eigenlijk hoe jij echt klinkt, omdat er nog een McChicken in je keel vast zit. Dat is een goeie, I got you. Weet toch, mortaal broer, mortaal. Je hebt een pokoe, dan zeg ik ben een van die grote. Volgens mij verwaar je het met Safari, dat je bent een van de big five. Dab it out. Ja, wat ga ik zeggen, man? Mooiste man boven de 80 kilo, dat is toch wel te zien. Maar ik vraag me af, waarom moeten Bokusan en ik tegen Bram Krikke en Busy zo staan bettelen? Maar kom op, nou maar. Verdomme, dude. Wie is dit eigenlijk? De producer van jou. Ja. Hij heeft die beat van 50 cent geproduceerd. Ja, maar wat voor dingen? Zullen we dat stichting doen, mens? Ja, ik zou hem ook voor 50 cent geven voor een beat, eigenlijk. Oh, maar, ja, man. Ja, man. Wat heb jij zo nog te zeggen, man? Ja, van de win. 9. Nee, time. 9. Je kan ook zelf time zeggen als je het niet meer aan kan. Oké, hoor dan. Ja, man, bro. Ja. Ik vind het wel leuk hier, hoor. Met Busy, Leendert. Toezaal. Nikke, uit de ghettos van Amersfoort. Fucking love you. En al 5 jaar doe je ketting op. Je lijkt alsnog 38.
Het is ook niet erg, het is niet erg. Ik snap je, je hebt hits. Uit Jello Klaggaan is ook een beetje kut geweest. Maar ja, je moet toch wat? Dan ga je maar dat jezelf herhalen in tracks. Soms gaat het snel, soms gaat het een beetje... Traag. Maar ik vind het wel leuk. Je neemt gewoon een klein jongetje mee. Hé, jongetje. Wat gaat er met jou? Mag even met oompie mee? Vind je het leuk? Heb je met een appelsapje? Heb je met een appelsapje van deze jongen? Nee, maar ik vind het cool. Ik ben trots op jullie. Shout-out voor de freestyle, man. Dat wel. Toch, tuurlijk. Ik freestyle alles. Top of the brainberry. Thank you. We zien twee mannen tegenover ons staan met zweet op mijn voorhoofd. Onvoorbereid. Onvoorbereid. Ik denk Bokusam zweet van de kater. Arji, omdat hij voor opgeklommen. Zijn gevoelsmatig de Mount Everest had beklommen. Maar ja, het was toch een goede 30 centimeter hoog, die ring. Ja, de eerste ronde was goed. Je zag dat ze nog wel een beetje moeten warm worden. Is logisch ook. Aan de ene kant is het een beetje meer voorbereid. En aan de andere kant is het een beetje meer een soort improvisatie. Dus ik denk dat het wel veel belooft voor ronde 2, man. Ja, ik zeg je eerlijk. Had de line over een McChicken, dit, dat. Die was wel goed. Die was goed. Die lijn van Bissy naar Archie, dat zijn stem zo klonk omdat er nog een stukje van zijn McChicken in de keel zat. Die was wel een goeie, man. Die is mij wel bijgebleven, man. Sepsi met belly. De eerste ronde was een beetje opwarmen, maar nu zijn we aan. Het is tijd voor ronde 2, de cameo ronde. In deze ronde moeten de teams echt gaan samenwerken. Ze gaan elkaar dissen, back to back. We beginnen met team Ult Realm. Ze krijgen weer 1 minuut. Jullie gaan kanten, jullie gaan knallen. Oké, laat me zien wat je hebt dan. Let's go! Archie. Je was beroofd in Turkije door 2 teammates. Ja. Ze hadden al je buik genakt. Ze hadden genoeg money om even bij de wc-juffrouw een flesje water te vullen. Pijnlijk. Damn. Bokusam, je bent een beetje de AliExpress versie van Vibes Kartel. Thank you. Je ogen zijn een soort van gek dicht bij elkaar. Ik heb ook een pokoe voor je geschreven. Waarom zijn je ogen zo close? Je hoofd, dat is een no-go zone. Excellent. Ja, wat. Nice. Die ging goed, die ging goed, bro. Vond je dat grappig? Die kwam erin. Archie was voetballer. Ja. Hij was voorstopper omdat zijn carrière voortijdig stopte. Ik was een beetje mut. Sam, het is al fucked up dat je grootste idool irrelevant is, maar helemaal dat hij oplicht voor 3 barkie. Lil B. Dus wat? Nog een keer. Dus kan je die grap nog één keer zeggen? Ik snapte hem niet. Nu ben je hem opgelegd bij Barkie. Dat is grappig. Hij had er zijn blessure aan zijn broodje hamstring. Duim! Shit! Weet je dat Bissy al heel lang muziek maakt? Ja, ik weet het. Al sinds de jaren 90. Hij is oud, hè? Hij vroeg een groep ook. Ja, hoe die groep? Leende, Roos en Jessica. Het ding is, het paard staat op Herman aan Brood Academie. Ja? Als ik zijn beats word, wil ik ook van het heel groot hotel springen. Shit! En? Wow. Ga je maar. En bij Bissy, ja? Op zijn Facebook stond er altijd dat hij Nederlands Surinaamse money spreekt. Leendert, hoe kom je erbij dat er een taal bestaat die money heet? En als je me daar antwoord op kan geven, kan je dan zorgen dat je me het antwoord in money geeft? Hey, ja. Ik heb trouwens een paar foto's van hem, man. Mannen hebben dingen meegenomen! Mannen hebben props meegenomen! Yeah. Het gaat wel goed komen, jongen. Kijk, hier heeft hij zijn eerste gitaar van me gekregen. Dit is ook voor je laatste foto's. Ja, slaap, hard. Ja, man. Thanks, man. Hey, je vader. De vader, zie je dat? Misschien, als je geen geld meer maakt met produceren, kan je nog een beetje geld bij hem lenen. Hey, maar de laatste album van Bissy ging ook niet zo goed, hoor. Dus ik nee, weet nee. Ook niet te met die, met die Kanye-release. Iedereen snapt de kleur. Oké. Tijd. Wie god om Jezus, wat een ronde. Ja, nu het was zo... de man met de hamer die langs kwam. Flawless victory.
De tweede ronde was wel indrukwekkend. Toen kwamen de jongens los. Ik zag een opwelling, vooral bij Arji, in zijn ogen. Het zenuwachtige zette zich om in hongerigheid. Leuke woordspeling misschien ook. Hij zag ook die Bartelini stond echt ook daarvan. Bissie, zeg nou iets. Bissie, heb jij nog een goede grap? Ja, er zaten weer een paar hele droge grapjes tussen. Ja, soms moest ik gewoon lachen van hoe droog het was. En deze gaan ze niet redden. We hebben het gewoon niet gered. Nee. De Mortal Roast Combat. De mortale ronde is de final round, de fatality ronde. Deze ronde gaat het erom dat je met de personals komt. Je mag iemand zijn ziel gaan. Finish him. Finish him, je kent het wel. We beginnen met team Earthrealm. Busy, ik zie je bij aan. Je had net wat jokes in je hoofd, laat het eruit, man. Ja. Fatality. Fight. Het is tof om te zien dat New Wave zoveel deuren heeft geopend voor heel veel artiesten. Het is ook hard om te zien dat jij en Ares een andere weg hebben gekozen. Creatief, creatief. Hey, en in de HBTV podcast zeg je dat je nooit een show hebt gehad. Deed Kees de Koning het al zonder of met condoom? Damn, dat notch deugt niet. Ik heb een pokkel met Akwasi. Gaat over je voetbalcarrière. Geen wedstrijd. Damn! Ah! Architrex heeft een tijdje gewerkt bij Late Night Barbecue. Maar op mysterieuze wijze leden ze zwaar verlies. Oké, Saté man. Wist het nu. Archie, ik heb even je pokkels gecheckt. Even je muziek. En je hebt een pokkel met de titel Zet het op mij. Mm-hmm. Dat is omdat je in de gemiddelde hoep die als bekerhouder wordt gebruikt. En je hebt ook een pokoe die heeft gegeten. Ja. Vond ik gewoon wat. Ik zou er ook nog een grap op te maken. Ik heb nog een gooien. Hey, maar het is ook wel logisch dat je een pokoe hebt die Hard to Get heet. Want je ziet er eigenlijk een beetje uit als een broodje gehaktbal. Met een zonnebril. Met een zonnebril. Bartolini maakt hem af! Met de zonnebril nog wel! Punt! Ik denk dat het gewoon Fatou is omdat we het zo slecht deliveren. Dat de kunst is. Dat moet ook. Jury, schrijf je dat op? Delivering so bad is good. Jordi is out. Hij kan niet meer. Snap je, hij kan niet meer. Dit is onze kant, hè? Dit is het ook. Huilen! Grote tranen, man, wat de fuck gebeurt hier? Oké. Binnenpret. Oké. Ik ga nu gewoon meteen Team Outworld de kans geven om nog even de laatste spijker in de kop te slaan, in de coffin te slaan. En get him, man, met de personals. Ik vind het wel grappig dat je in de Fernando podcast zei dat je geld bij je vader moest lenen. Dat je Surinaams was, voor mij wordt het andersom te gaan eigenlijk. Door mij kan Bart trouwens zijn huur betalen. Door de gouden plaat met 50 cent, ben ik heel blij mee. 50 cent is ook bedrag waarom Nato Moscovic je dood zal slaan eigenlijk. Nato. 50 cent is ook het bedrag waarom Nato Moscovic je dood zal slaan. Die is ook al goed. Ciao dan Nathan trouwens, ik wil geen rechtszaak, thank you. Maar het is ook niet gek hè, dat je meer hits dan ons hebt. Je bent ook oud hè. Je mannen zijn 11 mei. Statistisch gezien 95. Loop ik sowieso 40 hits op je voor, broer. Je bent ook ouder, man. Dat is ook je leeftijd, toch? Precies. Broer, jij bent 11 mei 1985 geboren. Ik was nog niet eens vloeibaar. Ik was niet eens vloeibaar. Je was en je stil één. Het is mortaal dit, hè. Het is mortaal. Jullie komen zwak. Ik vind het wel schattig ook een beetje, hè. Dat je geen schaamte hebt. Je bent nog zo jong, maar je bent wel een k***bal. Fatality. Ik zelf een beetje van geschrokken. Even kappen met dat getel. Heb je nog iets dan snel? Gooi hem erin. Nee, maar ik wil gewoon tijd. Ga de community. De battle is beëindigd. Ik heb de juryleden zien lachen, zien huilen. De uitslag krijgen we zo. Maar wat vonden jullie van de battle? Even snel. Ja, ik zeg je eerlijk. We hebben gelachen. Soms was het lachen omdat het zo slecht was dat het grappig werd. Soms waren de grappen zeg maar echt goed bedacht. Iedereen is er wel lekker gestrekte been ingegaan. Dus shout-out naar jullie allemaal, man, boys. Het belooft nog spannend te worden. Jullie hebben het overleefd. Jullie gaan het zien, man. Wie heeft deze battle gewonnen? Let's get it on. Kat in de bakkie.
niets meer aan het doen. Weet je wat ik heb ook met hun eerste. Bartolien ook. Lees en dan zegt. Hij geeft geen vibe, zeg maar. Ja, dit was een heftige ronde. Dit ging beter dan wat we hadden verwacht. Maar aan de andere kant, hun kwamen ook sterk. Het einde zwakte me een beetje af. Dat was het probleem. Is dat ook de hele tijd met die gitaar? Ja, ik zat de hele tijd met die gitaar in mijn hoofd. Ik denk dat de laatste ronde, als ik kijk naar alle rondes van tevoren, denk ik wel van ja, oké, dit. Ze waren niet slecht. Allemaal niet ook alleen maar hun best de hele tijd. Ze hebben hun ding gedaan. Maar ze waren gewoon slecht. Oké. Dat was het dan, wat een knal battle. We zijn bij de uitslag beland. Ik ben heel erg benieuwd wie er heeft gewonnen en ik denk jij ook. Jordi, wat vond je van de eerste ronde? Ja man, het ging redelijk nek aan nek. Ze hebben allemaal hun best gedaan. Sommigen waren heel goed voorbereid. Ik heb zelf fotootjes uitgeprint gezien. En ja man, het was gek man. Wie heeft volgens jou ronde 1 gewonnen? Ronde 1. Wat vonden we hier ronde 1 aan gewonnen? Ja, we hebben ronde 1 aan deze mannen gegeven. Die kwamen ronde 1 iets strakker voorbereid dan de other side. Ja, man. Bokusam kwam wel komisch, een soort van, toch? Archie choked een beetje. Ja, ik zeg je eerlijk, overal was ronde 1 voor dit team. In ronde 2 gingen ze samenwerken, de cameo-ronde. Het ene team was misschien iets beter op elkaar ingespeeld dan het andere team. Hoe keek je daarnaar? Ja, ik zeg je eerlijk, bij die ronde 2 zag je meer van die soort saus waarmee zij die ronde 1 hadden gedaan, dat die het in die teamverband soort van beter eruit kwam dan het voorbereiden. Dus ronde 2 is naar Archie en Sam gegaan. Ja, spannend! Dus is de derde ronde bepalend. En is nou het hoge woord, moet er toch uit. Wie heeft de derde ronde gewonnen? De personals, de keiharde bars. In mijn ogen, derde ronde heb ik aan hun gegeven. Dus daarmee. Ik zeg helemaal samen. Ja, even een applausje voor de deelname. Ik zeg helemaal samen. Bro. Rustig. Jongens, even een hand, jongens. Hey. Meedoen is belangrijker dan winnen. Goed gespeeld. Goed gespeeld, man. Sorry voor die grap, hè? Ja, dat was spannend, man. Daarom. De battle zit erop voor vandaag. Het was duidelijk wie er gewonnen heeft. Team Outworld. Nog even één keer een applausje. Ja. Oké dan. Het is niet makkelijk gegaan. Plus, de game Mortal Kombat 1 is uit vandaag, dus je kan hem halen. Deze battle was heel mortaal. Tot de volgende keer, jongens. Krijgen we ook een spelletje? Het spelletje krijg je van mij. Gaan we vanavond spelen. Hoes!